Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Data Discovery Channel. We zijn vandaag nog steeds bij Data Saturday in Kunnapolis in Utrecht. En we hebben weer een speciale gast bij ons staan, Mark Streutker. Mark, zou je eerst even kort willen voorstellen aan de kijkers? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Mark Streutker. Ik ben data-architect bij InfoSupport. En mij is vandaag gevraagd om hier ook een sessie te geven. Dus vandaar dat ik hier vandaag ook aanwezig ben. Ja, nou dankjewel dat je de sessie wilde geven. En we zijn wel natuurlijk nieuwsgierig. Waar ging je sessie over? Mijn sessie ging over eigenlijk het testen van data pipelines. Het heet ook Unseen Failures. Dat ging eigenlijk in op het feit dat er best wel veel problemen met data pipelines zijn die ongemerkt voorbij gaan. Ja. En mijn sessie ging dan eigenlijk in op wat je zelf kan doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Mooi, en ook een mooie titel, Unseen Failures. Want ik denk dat we het eigenlijk vaker niet zien dan dat we het wel zien op dit moment. Ja, dat klopt, Niels. Ik had een slide van Gartner in mijn deck zitten. En volgens recent Gartner Research blijkt ook dat we slechts in 7% van de gevallen de fouten vinden voordat onze klanten het constateren. Oké. Ja, voordat inderdaad. Dus we vinden er wel meer, maar dan is het vaak omdat het gesignaleerd is vanuit de business of het heeft ergens impact gemaakt. Dus eigenlijk hebben we daar nog wel een flinke gap to fill. Ja, klopt. Vaak hebben de klanten er al last van voordat het datateam het zelf spot. Dus dat is wel echt een serieus probleem. Maar dan heb je het wel over datakwaliteitsissues en niet zozeer over de pipeline die stuk ging tijdens het runnen. Dat zijn wel twee verschillende dingen dan. Ja, dat klopt. Dat is een goede aanvulling, Hans. Dat zijn inderdaad datakwaliteitsissues. Als een pipeline echt stuk gaat, dat resulteert vaak wel in een alert of een mailtje of dat valt vaak wel iemand op. Maar het zijn juist die kwaliteitsproblemen die onder de radar doorgaan en soms best laat geconstateerd worden. Ja, dus we hebben het hier niet zozeer over de code waar we heel vaak netjes de unit tests hebben geregeld, de automatische regressietest en dat soort zaken. Het is met name dus de data in productie die door de data pipelines heen gaan, die dan veranderen en die dus impact hebben. Ja, dat klopt. Wat je al zegt, je kan aan de voorkant als developer natuurlijk al een hoop doen. Dus voordat je je code überhaupt in productie zet, kun je al heel veel tests doen. Alleen je ziet dat een data pipeline eigenlijk gewoon twee belangrijke facetten heeft. Aan de ene kant is dat de code. Maar zodra je je code in productie zet, dan heb je gewoon geen controle meer over je data. En dan komen allerlei volumes en data door je pipeline. Ja. Met ook allerlei edge cases waar je wellicht wel of niet aan gedacht hebt. En dat zijn dan vaak net de gevallen die problemen geven. Ja. En de luisteraars en de gasten die je in de sessie hebt gehad, wat zijn de key takeaways die je ze mee wilde geven van de sessie? Nou, ik had als key takeaway vooral dat je je bewust moet zijn dat er verschillende soorten tests zijn. Dus die test die je vooraf kan doen tijdens het developen van je pipeline. Maar ook dat je iets in place moet hebben om de kwaliteit van je data te monitoren nadat je oplossing in productie staat. En dat je daar vooral gewoon klein mee moet beginnen. Want dat klinkt als best wel een opgave. Mm-hmm. Als je er klein mee begint, dan kan je daar gewoon kleine stapjes in zetten. En dan zorg je er wel voor dat je op al die aspecten in ieder geval iets in geregeld hebt. Is het dan een goede practice om bijvoorbeeld te beginnen met een paar testen waarmee je nog niet die, 93% die je niet ziet, die unseen failures, maar zodra je hem ziet, test toevoegen om te voorkomen dat hij nog een keer optreedt, is dat het idee? Absoluut, absoluut. Kijk, het is het beste eigenlijk dat je in ieder geval een mechanisme in place hebt om te kunnen testen. Ja. En als je dan gewoon klein begint, dan kun je dat gewoon mee laten groeien. Dat zodra je bijvoorbeeld iets hebt geconstateerd waarvan je zegt, we hebben gezien dat dit fout ging, dat je dan ook meteen een test introduceert om dat in de toekomst te voorkomen. En op die manier heb je in ieder geval een mechanisme om het makkelijk uit te kunnen breiden. Ja. En qua mechanismes, zijn er nog bepaalde tools en technologieën die je hier vaak bij tegenkomt als we dit in de praktijk willen implementeren? Ja, je hebt hier een heel breed scala aan producten die je hierop in zou kunnen zetten. Je komt SodaCore kom je regelmatig tegen. Ik geloof dat DBT bijvoorbeeld ook capabilities heeft om te schakelen met dat soort tests. Wat wij in de praktijk veel zien is dat mensen gebruik maken van platformen als Great Expectations. Juist omdat dat al in Python is geschreven, dus heel dicht tegen de oplossing aanligt die je aan het bouwen bent. Ja, ook een mooie naam, Great Expectations. De verwachtingen, de dingen die je niet verwacht, die wil je juist spotten natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Wat gaan mensen maandagmorgen doen met alle opgedane kennis die ze bij jou meenamen? Nou, ik hoop dat ze in ieder geval nog even met een frisse blik naar hun eigen data pipelines kijken. En hopelijk zeggen ze van al die dingen hebben we al geregeld en dat gaan we nog beter maken. Maar mochten er mensen zijn die zeggen van ik heb toch nog geen unit test of nog geen BDD test of nog geen data quality test ingeregeld. Dat ze dan gewoon beginnen met daar iets voor in te richten om eigenlijk beginnen met opbouwen. Ik hoorde je
zeggen BDD-test. Ik weet niet of die bij iedereen bekend is. Ik denk die andere tests wel redelijk bekend zijn in de community. Maar BDD, zou je dit kunnen toelichten? Dat is een goede. BDD staat voor Behavior Driven Development. En je moet het eigenlijk zo zien. Bij een unit test, dan test je echt een klein blokje van je code. Maar ja, in productie draaien we geen losse blokjes, maar draaien we pipelines. Ja. Dus je draait eigenlijk altijd combinaties van blokjes. En wat je met een BDD-test doet, is dat je eigenlijk een scenario definieert en dan daar de verwachte uitkomst gaat toetsen. En wat het mooie is aan een BDD-test, is dat je hem normaal gesproken ook schrijft in een natuurlijke taal. He, daar waar een unit-test nog heel technisch is en echt voor engineers is weggelegd, is een BDD-test nou ook typisch iets wat je met je business user kan bespreken, omdat je echt in een natuurlijke taal beschrijft van als ik met deze dataset zou beginnen en ik doe dan deze acties, dan verwacht ik deze uitkomst. Dat is iets wat je ook gewoon met een business user kan bespreken. En daarmee test je dus eigenlijk een combinatie van functionaliteit. Dat is denk ik ook wel belangrijk inderdaad, dat we die business users er goed bij kunnen betrekken. En als dit hierbij helpt, dan zeker raad ik het aan om iedereen te gaan toepassen. Want daar zijn de mensen die de kennis en ervaring hebben van die edge cases die misschien de afgelopen 20 jaar voorbij zijn gekomen, om die eigenlijk ook af te kunnen vangen. Dus mocht je dus nog niet bekend zijn met BDD, vooral even in gaan duiken om te kijken wat is het wel, wat is het niet en hoe zou ik het kunnen toepassen. Ja, absoluut. Dankjewel Mark. Nog veel plezier bij de rest van Data Saturday. En mochten jullie vragen hebben, Mark is vast wel te vinden op LinkedIn, social media en anders dan even een berichtje onder het videootje. Dan kunnen we de vragen erop beantwoorden. Dankjewel Mark. Ja, graag gedaan. Jullie ook nog een hele fijne dag hier op Data Saturday. Tot de volgende keer.